AB Flexkracht helpt je graag goed op weg. Daarom hebben we een instructiefilm gemaakt waarin we letterlijk een beeld geven van de werkzaamheden die je kunt verwachten. Dit schept duidelijkheid waardoor je met meer vertrouwen aan de slag gaat. Welkom bij Kwekerij Esmeralda. Kwekerij Esmeralda is een gerbera-kwekerij in Rijnsburg met een ruim assortiment aan gerbera's en germinies. Zij telen 15 verschillende soorten gerbera's en ongeveer 38 soorten germinies. De kassen vormen een prachtig kleurenpalet. Kwekerij Esmeralda is in 2001 opgericht door studiegenoten Marcel van Vliet en Arjan Bassie. Zij kennen elkaar van de Hoge Tuinbouwschool en komen allebei uit een tuindersfamilie. Marcel en Arjan zijn beide eigenaar van het bedrijf en hebben gezamenlijk de leiding over de kwekerij. Zij bevinden zich vaak op de werkvloer. De dagelijkse gang van zaken op de werkvloer wordt geregeld door drie bedrijfscoördinatoren, Gerrit, Gilou en Cliff. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers bij Kwekerij Esmeralda. Bij Kwekerij Esmeralda wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers of uitzendkrachten. Wanneer je bij Kwekerij Esmeralda werkt, ben je op dat moment volwaardig medewerker en collega. Er werken bij Esmeralda veelal Poolse medewerkers. Dat maakt de communicatie makkelijk. Zij helpen nieuwe Poolse collega's met uitleg in eigen taal. Bij Kwekerij Esmeralda zijn verschillende werkzaamheden te onderscheiden waar medewerkers worden ingezet. In deze film geven wij graag een impressie zodat je een goede eerste indruk hebt van het bedrijf en de werkzaamheden. Het plukken van de bloemen is een van de veel voorkomende werkzaamheden bij Kwekerij Esmeralda. De bloemen worden één voor één rijp. Zodra ze rijp zijn, worden ze met de hand geplukt. Bij het plukken werk je in een klein team van 3 tot 4 personen en gezamenlijk heb je de verantwoordelijkheid over het plukken en sorteren van de bloemen in een bepaald gedeelte van de kas. Ieder plukteam krijgt een orderoverzicht en instructies. Zo weten zij precies welke bloemen en hoeveel bloemen er geplukt moeten worden. Na het plukken wordt een deel van de bloemen direct in de kas in een kartonnetje gestoken. Dit kartonnetje is onderdeel van een verpakking. Het insteken moet met zorg en precisie gebeuren. Een ander deel van de bloemen gaat na het plukken direct met de automatische trekker naar de sorteerruimte om daar veiling klaargemaakt te worden. In de sorteerruimte staan een aantal machines waar per machine een team medewerkers verantwoordelijk is voor het werk. Bij de bosmachine worden geplukte bloemen met de hand ingevoerd. De bosmachine controleert of de bloem groot genoeg is en of de stengel recht is. Vervolgens worden de bloemen op maat gesneden en gebost. De bosjes worden in standaard emmers met water geplaatst en klaargezet voor transport naar de veiling. De bloemen die in de kas in het kartonnetje zijn gestoken, komen ook naar de sorteerruimte en worden daar, voor ze verder verpakt worden, eerst op water gezet. Zo krijgen de bloemen een paar uur de tijd om heel veel water op te nemen, zodat ze ook vers blijven tijdens transport. Na het waterbad worden de bloemen ingepakt. Kwekerij Esmeralda maakt dagelijks 3 verschillende verpakkingen. Dozen, diamondboxen en emmertjes. In de diamondbox worden 20 germinies of 15 gerbera's verpakt met daaromheen een beschermhoes. Het inpakken van de diamondbox wordt gedaan aan de lopende band door een aantal medewerkers. Bij het inpakken in dozen, ook wel boxen genoemd, worden de bloemen vanuit het water in dozen gedaan. Zodra de doos is gevuld, wordt deze afgesloten en voorzien van informatie over soort en order en klaargezet voor transport. Een aantal medewerkers verzorgt het klaarzetten van de orders. Om dit te kunnen is er meer specifieke kennis vereist. Er zijn bij Kwekerij Esmeralda nog een aantal andere werkzaamheden die wat minder vaak voorkomen. Zo zijn er bijvoorbeeld medewerkers die zorg dragen voor het uitzetten van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen tussen de planten in de kas. Ook worden in een deel van de kas af en toe oude planten afgevoerd. Na het schoonmaken worden er nieuwe jonge planten geplaatst. Wanneer een medewerker begint bij Kwekerij Esmeralda, krijgt deze een persoonlijke chip in bruikleen. Met de chip worden de begin- en eindtijd van je werkzaamheden geregistreerd. Bij Kwekerij Esmeralda is de aanvangstijd op maandag altijd 6 uur en de overige dagen starten ze om 6:30. De eindtijd varieert per dag en per medewerker. Men gaat pas naar huis als al het werk klaar is.
Op feestdagen, kerst, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren wordt er een halve dag gewerkt. Ook wordt er het hele jaar op zaterdagochtend gewerkt. Uiteraard wordt de Nederlandse arbeidstijdenwet nageleefd en zijn er vaste pauzetijden. Als jij via AB Flexkracht bij Kwekerij Esmeralda aan het werk gaat, is AB Flexkracht je werkgever. Je hebt je arbeidsovereenkomst met AB Flexkracht. Naast goede arbeidsvoorwaarden word je begeleid door een ervaren personeelscoördinator die voor jou het aanspreekpunt is. Bedankt voor je interesse. We hopen dat je met veel plezier aan het werk gaat en we wensen je veel werkplezier bij AB Flexkracht.